Drie maanden vakantie. Uiteraard gaat dat niet zomaar. 2 jaar geleden is het plan ontstaan en zijn we begonnen met de voorbereidingen en hebben de werkgevers ervan op de hoogte gesteld. Met onze nieuwe boot, een J92, de Jalapeno, vertrekken we richting het zuiden. Eerst langs de Belgische kust, daarna Frankrijk. De Kanaaleilanden is ons eerste doel. Daarna Les Sables d'Olonne, want daar is de boot gebouwd. Bij La Rochelle besluiten we om niet door te varen naar Spanje, maar rustig terug te varen via Zuid-Engeland. Van Brest steken we over naar Falmouth, prachtig, via Dartmouth naar de Solent. En bij Dover steken we het kanaal weer over naar België en zo varen we huiswaarts. Ja, het is 9 juli. We zijn eindelijk vertrokken naar alle ingelaten. De boot is 1,5 meter dieper. We zijn 11:30 vertrokken. Hans en Antje zijn uitgezwaaid. Die hebben een stukje meegevaren. Die daar verderop gaan zijn. En er staat helemaal geen wind. Volgens mij ook niet vandaag afgedroogd. En verder zien we het wel. Het is in ieder geval mooi weer. Ja, we zijn bij 3-Né. We hebben net Blanc-Né gepasseerd. En ons speedrecord staat op 12,5 knoop. En het was wel heftig. En waar komen we vandaan? We komen uit Oostende. Zijn we vertrokken.
zijn voorbij Nieuwpoort gevaren, voorbij Duinkerken. Helaas tegen de stroom in, maar op zich wel. Het zal wel iets later worden vanavond. Dus morgen dan maar ergens zijn. Thank you.
af en toe hele grote tankers ver weg verder.